We gaan nou weer iets leuks doen, tenminste dat vind je ook leuk. Want Erik zegt altijd, 's morgens kun je in de sneeuw staan, 's middags kun je in het zee liggen als je wil. Waar gaan we heen? We gaan, eerst gaan we heel hoog. We gaan naar Saklikent. Dat is een skigebied. Daar kan je 's morgens kan je skiën als je zou willen. En dat wil ik natuurlijk niet. En als je weer naar beneden rijdt, dan kan je 's middags in de zee zwemmen. Ja. Dat is even een klimaatverandering. Van heb ik jou daar. Ja. Nou is het wel eind maart, dus we moeten een beetje hopen dat er nog sneeuw ligt bij Saklikent. Ik weet dat er heel veel gelegen heeft, maar dat zien we dan wel. En, ik heb er zin in. Nou, toch wel. We hebben de dikke jas voor jou mee, voor het geval dat. Heel belangrijk. En anders dan een andere trui die nog warmer is. Zeker, zeker. Hallo, ik ben Erik. En ik ben Joke. En samen zijn wij de YouTube Donkies. Ik zie sneeuw in de velden. Ik vind het hier een hele mooie omgeving, maar ik vind het nog wel een beetje koud. Een beetje koud? Het is vreselijk koud. Het is echt niet normaal. Het is 10 graden momenteel. Beneden was het lekker 19. Zonde, zonde, zonde. Kijk Erik, jouw lievelingsbergen, jouw lievelingssneeuw. Nou, heerlijk. Is toch mooi. Terug. Kijk Erik, dit is Saklikent. Juist. Nou, daar zijn we blij mee. En sneeuw, maar niet genoeg sneeuw. Nee. Dan ga je rolschaatsen. Dat kan ook. Geen idee waar we uitkomen. Maar... ik ook niet, maar we kunnen het altijd nog zien. Hè? Zeker, zeker. Hele mooie... helikopterplaats voor de brekenbeentjes. Ja, dat is wel goed geregeld. Je kan meteen afgevoerd worden hier. En dit is Saklikent. Vertel. De skilift. Het is heel koud. En het ziet er ook niet echt uit dat hier ontzettend veel gebeurt als ik dat zo zie. Op dit moment niet, maar van de winter is er heel veel gesneeuwd. Ja, en heel veel geskiet. Denk je? Dus dit is echt een wintergebeuren. 60 kilometer van Antalya. Dus 's winters kun je nog wel even heel lekker hier zijn. Nu is het heel lekker rustig. Zeker. We dachten dat er niemand was, maar kijk eens wie eraan komt. Geen hond is hier. Geen hond te zien. Kijk, en we denken, we boeken even een kamer. Dus er staat ook nog een heel mooi hotel. Je kent het programma in Nederland, Ik Vertrek. Als je denkt van, ik zoek iets leuks. Een skihut beginnen of een après-ski bar. Hier zijn nog mogelijkheden. Toch, hè? Nou. Toch is dit best een mooi gebied, hoor, voor 's winters om te skiën. Ja, het zou best kunnen. Alleen, waarom ze nu niet skiën? Sneeuwjok. Waarschijnlijk omdat er geen sneeuw ligt. Ja, dat kan wel een reden zijn. Ja, ik dacht dat wij de goede weg hadden, maar... er zit een... maar dat is altijd wel spannend. Kijken waar we heen gaan. Nou, het zal niet veel goed zijn, denk ik. Maar wel leuk. Maar wel weer leuk. Wat zijn ze toch aan het doen? Ze zijn sneeuw aan het verzamelen. En de weg is gesloten. We kunnen niet verder, helaas. Maar goed, tot hier zijn we gekomen. Dat is nog heel wat, hè? Een uitzicht. Nou komt natuurlijk altijd het leukste. Hè? De weg is gesloten, want er ligt sneeuw en Erik moet draaien. En ik ben natuurlijk degene die filmt, dat is veel leuker. Zie hem glijden. Dat wiel dat draaide gewoon niet rond. Dan maar de andere weg, die tot nu toe ook heel mooi is. Ja, gesloten is gesloten. Ja. Had wel gekund hoor, met heel veel geweld. Maar...
Ja, want je hebt mij mee en je weet het, hè. Ja, halve weken vast. Jij kunt het wel, maar ik kan het niet. Kom me bekend voor hier. Ja, waren we hier net al niet? Ja, ik wou zeggen, hier komen we net al. Oep, hij kwam van rechts hoor, die vogel. Daar moet je voor stoppen. Ja, ik bukte toch. Hi, hallo. Heel leuk restaurantje. En de hond die wou ook mee eten. Dus die denkt, ik ga even lekker zitten. Kijk aan. Het is nog hartstikke rustig, maar het seizoen gaat toch langzaam maar zeker beginnen. We zijn in Kalkan, een mooi plaatsje aan de Turkse kust. En we lopen rond om te kijken wat er allemaal aan voorbereidingen gaat gebeuren. Want het duurt niet lang meer en de toeristeninvasie gaat weer beginnen. Dus je ziet iedereen aan het werk. Ze zijn allemaal aan het schilderen, verbouwen. Sommige tentjes zijn al open, sommige nog niet. Mooi. Echt mooi. Ze hebben van alles. Ja, de helft zit nog dicht. Hè. Dat is wel een ding wat een beetje minder is. Maar het gaat er allemaal mooi worden. Ik denk als we hier over een maand of twee terug zijn, dat het hartstikke druk is. Maar het ziet er al leuk uit. Leuke straatjes in Kalkan. Maar je moet eventjes van de hoofdweg weer af. Dat is een specialiteit inmiddels. Van de hoofdweg af, een beetje tussendoor wandelen. Dan zie je weer van alles. Mooi wandelen hier hoor. Echt hè? Leuk, romantisch. Ja. Mooi onderhouden. Hier kijken. Kijk hier eens eventjes. Nou, als je hier niet wild van wordt, dan weet ik het niet meer hè. Moet ik eerlijk zijn? Schitterende straatjes. Wat? Ik vind het best leuker dan Kas. Sorry, Kas. Ja, het is wat meer. Wat is het? Authentieker. Wat minder toeristen, maar er komt dan nog geen seizoen is natuurlijk. Het kan best zijn dat je van de zomer over de koppen loopt. Maar het ziet er leuk uit. Als de wind weg is, dan heb je een heel ander geluid hier. Zeker. Dan hoor je alleen nog maar vogels, hè? Ja. Je ziet wel dat de meeste huizen hier allemaal verhuurd worden voor Airbnb en dat soort dingen. Het zijn allemaal huizen die voor de zomer verhuurd worden. Hier zie je het ook, allemaal sleutelkastjes hangen aan de muur. Dus dat heeft wel te denken dat het hier van de zomer best wel heel erg druk is. Was Antalya, Alanya veel in het Russisch, maar dit is wel bijna allemaal in het Engels. Ja, dit wel. Dit is echt een beetje een Engelse enclave, zo te zien. Maar
Ja, als je hier zo een beetje rondloopt. Best wel interessant hoor, er zijn een hoop dingen te zien. Niet verwacht. Maar dat kan je zien als je een beetje rondloopt. Dan zie je het allemaal. We gaan meteen de prijzen weer even bekijken. Ik weet niet waarom, maar zo zijn we. Hier weer zo'n mooi uitzichtje. Je kijkt hier recht op de zee. Ze hebben alleen even een auto voorgezet. Dus blijf filmen, dan zet ik hem even van de handrem af. En dan hebben we een heel mooi shotje hebben we hier. Vind je niet? En hier ook weer, hè. Ze zijn overal aan het verbouwen. De boel in orde aan het maken. En ik denk dat de burgemeester binnen 2 weken het startschijn geeft dat het hier gaat gebeuren. Dat iedereen die wacht op de toeristen. 18 bitti, 19 Is nasıl? İyi. Evet. Bu ama bu da kalite müşteri var. Het is echt een mooie winkel. Wauw. Weer eens wat anders, hè? Ja. Heel mooi. Kijk. Ah. Mooie doekjes, kleedjes. Ja. Een mooi kastje achter ook. Buçok eski. Echt mooi. Oh. Ja. Vind je het mooi? Ik vind het mooi. Nou, ik kijk eens even. Mooie mooi, maar... handdoeken. Als je het mooi vindt, dan... Jokie, je vond het hier zo leuk. Zullen we hier een huisje kopen? Dat is ook wel een goed idee. Kijk, je hebt hier hele mooie villa's te koop. Voor 2250 heb je een villaatje te huur. In een week. Zoiets, ja, inderdaad. Ik hoor prijzen hier van 1,5 miljoen dollar voor een villaatje. Dus... koop. Weet je wat we binnenkort eens moeten doen? We gaan eens een video maken over de huizenprijzen in Turkije. Ik denk dat niemand gelooft wat hier aan de hand is. Een oase van rust. Ja, helaas ook een oase van wind. Dat is dan weer jammer, dus... vast excuses voor het slechte geluid. Maar het is niet anders, hè? Dan maar slecht geluid. Beter slecht geluid dan geen geluid. Buralar sonradan yapılmış. Evet. Şeyler. Bunun adı minber. Evet. Bunun adı minbar. Minat. Evet. Çok eski. Ya işte doğu batı yönünde kilisenin başı buraymış. Evet. Buradaki önce kilise. Evet. Şu ekstra. O da minaret ekstra. Evet. Ekstra yaptı. Bu cami her zaman çalışıyor. Evet, çalışıyor. Aç. Ah, mooi hoor. We hebben even een rondleiding gehad en we zijn binnen geweest. Echt, het ziet er heel mooi uit. Je kan zien dat het vroeger een kerk geweest is. Later is het verbouwd tot moskee. Toevallig dat we iemand hadden die hier de opzichter was, dus die kon ons mooi rondleiden. En het ziet er echt spectaculair uit hoor. Heel interessant. Hij liet iets van het water zien. Ja, het water. Het water komt van de dakgoot, gaat naar beneden
en komt zo in de put uit. En je kan het ook zien, de put staat vol met water. Dus ze waren vroeger zo gek nog niet. Hè? Ze hadden het allemaal heus wel voor elkaar. Dus ja, zeker een bezoek waard. Tenminste, voor ons. Je komt er normaal niet in. Dus, hè? Het is geen bezienswaardigheid waar je de honderden toeristen in gaat jagen. Dat niet. Gelukkig niet. Daar heb je weer geluk. Kijk, je hoeft echt niet de hele dag aan de zee te liggen. Er is genoeg te zien hier. Je moet alleen eventjes de weg proberen te vinden. Nou, wij weten de weg toch niet, dus we lopen maar een beetje rond. En als je een beetje rondrijdt, dan zie je van alles hier. Zo kom je weer in een mooie tuin. Ik weet niet waar het van is of van wie het is, maar ze hebben in ieder geval lekker eten hier. Dit is Jeni Dunja, de eerste vruchten die het nieuwe voorjaar aankondigen. Vandaar de naam De Nieuwe Wereld. Oh, wel een beetje zuur, maar ik ben er aan begonnen, dus dat moet je afmaken ook. Oh. No. Hey, hou jij de boel een beetje in de gaten? Goed zo. Ah, tama, tama. Chai, waar het chai is? Chai, die doos is. Kijk eens even. Schilderen kunnen ze wel, hè? Dat ziet er op zich mooi. Netjes uit. Kijk eens aan. Meneer Atatürk, nog eventjes. Ankara, Cappadocia, Trabzon, daar moet ik nog een keer heen. Oh, Gaziantep. Hier wil ik ook graag heen. Sivas. Oh. Elazığ. Perfecto. Çekiyor mu şu anda? Aa, şimdi tamam, çekiyor. Tamam. Sonra değil. Oep. Daar zitten we dan. Daar zitten we dan. Waar zijn we? We zitten in Kalkan. Kalkan is een plaatje dicht bij Kas in de buurt. Aan de zuidkust van Turkije. We laten het even zien op de kaart. Ja. Weet iedereen waar het is? Het is gezellig hier. Het is heel leuk. We hebben al langs de zee gelopen. Ik heb al heel wat geklommen, bergje op, bergje af. Leuke inkijkjes, het plaatje. Het is nog niet vol seizoen. Doe mij nu. Ik weet. Bütün yemeklerimiz çok güzeldir. Deneyip kendiniz karar verebilirsiniz. Tamam. Kebaplarımız, pidelerimiz, ev mantımız, çorbalarımız, kendi yaptığımız reçellerimizden oluşan kahvaltımız, balıklarımız var. Kim çalışıyor mutfakta? Mutfakta şefimiz kebap ve ızgara şefimiz Resul Bey. Çok güzel. Tamam. Bir sonra burada geliyor. Tabii ki bütün misafirlerimizi, yemeklerimizi denemek için bekliyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Joke, jij zei ik wou de aankondiging van de film maken op een balkon. Nou, daar hebben we er eentje. Dus als jij zegt van ik wil daar zo even opklimmen, dan film ik eventjes dat jij daar de aankondiging van de film doet. En dat je er doorheen zat. Nee, daar blijf je wel op staan. Dus nou doen we een touwtje om je middel. Dan moet het goed gaan. Zakenkent. Kalkan, ik vond het mooi, ik vond het leuk. Wat een verschil, hè? Ja, eerst lekker in de koude sneeuw. En dan lekker in de zon. En dan lekker in de zon, maar beide plekken zijn heel mooi, maar... Absoluut. Welke het mooiste is, ja, ik zou het niet weten. En ik weet het wel. En jij weet, ik wel. Weet het wel, de zon. Ja, juist. Op naar... Op naar... Pannaberg. Oké. Maar dan wel via omwegen. Weer omwegen? Weer omwegen. Ja, daar gaat weer de tankdiesel. Zover weer een aflevering van de YouTube Donkeys. Vond je de video leuk? Klik dan op duimpje omhoog. Of nog beter, subscribe op ons kanaal, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Tot de volgende week!